Roberto Prade is ontheven uit zijn functie als korpschef van de politie. Dit bevestigt het ministerie van Justitie en Politie vandaag in een schrijven. President Chandrika Prasad Santokhi had 2 weken geleden aangegeven dat de korpsleiding begin januari vervangen zou worden. De totale organisatie zou ook onder de loep genomen worden. En we hebben het besluit genomen dat er een drastische reorganisatie daarbij korpspolitie na moet komen door eerst de korpsleiding te vervangen. En vandaag heb ik de minister van Justitie en Politie de opdracht gegeven. Eerste week van januari moet dit op de agenda komen. Want wij willen naar een modern en gezond apparaat gaan waarop de regering kan rekenen en waarop de samenleving ook kan rekenen. Dat ze voldoende bescherming bieden aan de samenleving. Prade is vanmorgen door justitieminister Kenneth Amoxie ontvangen, waarbij hem is meegedeeld dat het bevoegd gezag heeft besloten om hem uit zijn functie te ontheffen. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond is ondertussen ook over deze kwestie geïnformeerd. Er deden al enige tijd geruchten de ronde over het vervangen van de korpschef. Tijdens een persconferentie in december gaven waarnemend korpschef Henry Seedorf en de justitieminister aan dat Prade met ziekteverlof was. Toen wilden ze niet meer informatie hierover kwijt.